Wij openen deze plechtigheid met gebed. Mag ik de collega mannelijke hoogleraren vragen daartoe de baret af te nemen? Mogen de geest van wijsheid en barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. Neemt u plaats, dames en heren. Welkom allen, in het bijzonder Lans Bovenberg en het cortège en de heer Goldsmeding. Dames en heren, wij zijn hier bij elkaar om te luisteren naar de oratie van professor Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan de Tilburg School of Economy and Management. Hij is tevens wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut Netspar en oprichter van Center. Hij was werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken, het Centraal Planbureau, het Internationaal Monetair Fonds en tevens was hij lid van de Sociaal-Economische Raad. Wat was Lans Bovenberg niet, kun je je afvragen. Als toonaangevend topeconoom, spinozist, baanbrekend en inspirerend wetenschappelijk onderzoeker en bevlogen docent. En welk onderwerp heeft hij niet bij de horens gepakt? Openbare financiën, economie en management van het publieke belang, belastingen, vergrijzingen en pensioenen en niet te vergeten de milieueconomie. En nu stort hij zich op de combinatie van economie, persoonlijke ontwikkeling en onderwijs. Op het gebied van internationalisering was Lans voor heel lange tijd toonaangevend aan Tilburg University. Hij was daarbij een drijvende kracht voor nieuwe ontwikkelingen en hij liet zich daarbij inspireren door wat hij al had leren kennen tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten aan de Universiteit van California, Berkeley, waar hij tevens ook zijn PhD behaalde. Over zijn prestaties kan ik nog lang doorgaan, dames en heren. Maar wat ik ook graag wilde benoemen hier is dat Lans een fantastisch bruggenbouwer is voor mensen die recht tegenover elkaar staan. En daar legt hij de lat hoog. Hij zoekt niet naar het compromis, maar hij zoekt naar de synthese. En dat is belangrijk om vooruitgang te boeken. En dan nu staat hij op het punt om een nieuwe weg te openen, op het gebied van onderwijs, waar de laatste jaren de nadruk is komen te liggen op technische aspecten. Het gaat dan met name om het economieonderwijs. Het is de hoogste tijd voor verbreding. Waar gaat het nu echt over in de economie? Ethiek en multidisciplinariteit komen hier om de hoek kijken en dat zijn zaken waar wij juist hier in Tilburg denken heel goed in te zijn. Sinds 1 april van 2015 bekleedt Lans Bovenberg de Goldsmeding leerstoel met als leeropdracht vernieuwing van het economieonderwijs. De leerstoel is mede mogelijk gemaakt door de Goldsmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Deze stichting heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander. Zij ondersteunt hiertoe projecten die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van mens, werk en economie. Lans Bovenberg hangt het economieonderwijs op aan één verhaal en combineert kiezen en samenwerken. Het huidige economieonderwijs concentreert zich op hiërarchie en marktwerking als bestuursvormen. Maar de toenemende complexiteit van de samenleving vraagt tevens om vrijwillige binding door relaties en ethiek. Lans is er tot nu toe steeds in geslaagd, dames en heren, in de voorhoede te spelen van maatschappelijk relevante discussies en vernieuwingen aan te brengen. En we gaan ervan uit dat hem dat ook weer in deze nieuwe leeropdracht gaat lukken. Ik wil nog kwijt dat het thans de week van het economieonderwijs is en dat ook deze voordracht, deze oratie in dat kader plaatsvindt. En ik wil ook nog melden dat dit voor de derde keer is dat Lans een oratie houdt. En wij hadden in een klein publiek daar al een gesprek over en wij hebben geconstateerd dat dat de lat heel erg hoog legt. Wij gaan graag luisteren, dames en heren, naar zijn lezing die de titel draagt Economie, onderwijs in balans, kiezen en samenwerken. Ik geef hem daartoe heel erg graag het woord.
Ja, dames en heren, ik stel het zeer op prijs dat u in zo'n grote getale hier bent komen opdagen. Ik heb de titel op het laatste moment nog wat veranderd. Dus de ondertitel is wat veranderd en daarom ga ik hem nog even wat toelichten. De verschillende woorden. Ik begin met economieonderwijs. Wij gaan ons in eerste instantie vooral richten op het onderwijs in het voortgezet onderwijs en dan met name HAVO en VWO. Maar uiteindelijk liggen onze ambities ook verder. De VMBO, het buitenland en zelfs de universiteit. Dus let op, collega's zou ik zeggen. Waar gaat economie over? Als je iemand in de straat vraagt waar gaat economie over, dan krijg je stevast het antwoord je geld. Wel, dat is half goed, maar er is meer. Economie gaat namelijk niet alleen over je geld, maar ook over je leven. Het volgende woord, in balans. Wat een prachtig woord is dat toch, balans. En het heeft niet alleen met mijn voornaam te maken. Wat wij proberen te doen in deze methode is eigenlijk het evenwicht te herstellen tussen aan de ene kant geld en het leven. Economie, zoals het nu vaak gegeven wordt, gaat vaak te veel alleen over geld alleen. En wij proberen het evenwicht met het leven weer te herstellen, zonder overigens door te schieten. Want ik hou ontzettend veel van geld. En economie. Is geen maatschappijleer, dus het blijft wel in balans. Dit is ook een bijzondere oratie, omdat het geen oratie is van één persoon. Het is eigenlijk een oratie van een team, een consortium, zoals dat in het symposium dat hiervoor gehouden werd, nog werd gezegd. En ja, veel van de ideeën die u straks zult horen, die zijn mede gevormd door van links naar rechts Marcel Canois, Ferry Haan en ook Wilma Paffen. En de geheime krachten achter dit project zijn Harry Commandeur aan de linkerkant en Frank van der Duin Schouten aan de rechterkant. En vervolgens hebben we ook nog de mensen die het echte werk moeten gaan doen. Die moeten namelijk de inhoud die ik u zo ga vertellen om gaan zetten in echt concrete leermiddelen. Dus wenst u ze vooral heel veel succes straks aan het eind als u ze ziet. Dan moet u op deze mensen letten. Ton van Haperen, Roel Grol, Jacobien Ubbink, Yvonne Gerritsen en Jorien Karstelijn. Dus we zijn een heel team. En dan zijn er ook nog de grote drie. Als we het over voetbal hebben, ja, dan weten we wie dat zijn. Hè, dan denken we hieraan of hieraan. Maar als econoom heb ik ook een grote drie, die overigens niet zo snel oud worden als deze voetballers hier. Ik denk dat hun glorie bijna is vergaan op dit moment. Maar met economen is het net als met goede wijn. Hoe ouder ze worden, hoe beter. En ik hoop dat het ook voor mij geldt overigens. Oh, daar gaat hij. Maar dit zijn mijn drie helden. En ik probeer eigenlijk dit gedachtegoed van deze mensen te herontdekken ook in het onderwijs. Aristoteles, Adam Smith en John Maynard Keynes. Dat zijn de helden die ook in deze methode centraal staan. Nou, wat is economie eigenlijk? Economie, dat komt van het Griekse woord oikonomia. En dat betekent het regelen, de nomos. Zit het trouwens wel goed? Oh nee, omgekeerd. Dat betekent de nomos, het regelen van het huishouden, de oikos. En huishouden moet u breed interpreteren. Dat gaat over het samenwerkingsverband. Nou, nu scholieren aan het opgroeien zijn, besturen ze hun eigen leven, hun eigen huishouding steeds meer zelf. Jongeren die krijgen steeds meer keuzeruimte. Ze rijden bij wijze van spreken al snel in een snelle auto, zoals deze meneer. Nou, dat is mooi. Maar met die vrijheid, met die keuzeruimte, komt ook verantwoordelijkheid. En daarom krijg je rijles. En rijles, dat is het vak economie. Ja?
Want in economie leer je je leven besturen. Een belangrijke drijfveer van leerlingen blijkt te zijn, om economie te volgen, succes. Succes in hun eigen leven. En laat economie daar nou precies over gaan, over succes. Economie gaat er namelijk om dat je beperkte middelen hebt. Dat kan zijn geld, maar ook bijvoorbeeld tijd, energie, aandacht. Alles wat beperkt is, alles wat schaars is. En door die middelen op een verstandige manier te besturen, kun je meer welzijn, meer succes creëren. Economie gaat over zo besturen dat je met minder middelen meer succes, meer welzijn kunt krijgen. Dus kortom, economie gaat over meer met minder. Nou, besturen klinkt misschien wat abstract voor u, maar het gaat eigenlijk over kiezen en samenwerken. En daarbij denken economen heel doelgericht. Ze beginnen namelijk bij je doelen aan het eind, bij welzijn, en redeneren dan eigenlijk terug naar hoe je zou moeten besturen. Dus ze redeneren eigenlijk van achter naar voren, zou je kunnen denken. Ook als je met een auto op reis gaat, dan definieer je eerst je doel, waar je naartoe gaat. En voor je beslist of je links of rechts af moet slaan, ga je eerst de relaties bestuderen tussen die beslissingen en je uiteindelijke doel. En je kiest dan voor links als dat het snelste is en voor rechts als dat het snelste is. Nou, voor die relaties tussen wat je doet in je bestuur en wat je eruit krijgt, je welzijn, gebruiken economen modellen. Nou, modellen, dat zijn als het ware landkaarten. Landkaarten, ja, dat zijn eigenlijk wat het zijn. Als je als het stuur gaat zitten, heb je een landkaart nodig voor de relatie tussen links of rechts gaan, waar je uiteindelijk naartoe moet. Nou, een misverstand van niet-economen is dat modellen realistisch zouden moeten zijn. Maar als je een kaart zo realistisch mogelijk maakt, dan eindig je uiteindelijk bij het landschap zelf. Dus dat schiet niet op voor de relatie. En daarom is het eigenlijk bij een econoom zo dat in de beperking toont zich de meester. Een goede econoom beperkt modellen tot de essentiële mechanismen. Anders ziet hij door het bomen het bos niet meer. Dus wij modelleren niet als economen omdat we zo slim zijn, maar omdat we weten dat we niet zo slim zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk heel slim. Ja? Nou, twee kernwoorden van de methodologie van economen, dat zijn eenvoud en algemeenheid. Met een beperkt aantal regels een grote verscheidenheid van verschijnselen verklaren. Dat is economie. Dus ook weer hier, meer met minder. Economie is eigenlijk toveren. Ja? Met minder middelen meer succes creëren en met minder regels meer inzicht creëren. Nou, economie, in mijn opinie, laat die toverkunsten nog onvoldoende zien. Ik heb twee stellingen. De eerste is dat de landkaarten die nu centraal staan in het economieonderwijs hopeloos verouderd zijn. Een update is nodig. En het tweede is dat die kaarten veel te complex zijn. Leerlingen zien door de bomen het bos niet meer. Ons doel is daarom meer met minder. Meer inzicht, rijker mensbeeld, meer inzicht wat consistent is met de recente wetenschappelijke inzichten, maar tegelijkertijd minder complexiteit. En dat laatste, het werd al gezegd door de rector, één samenhangend verhaal. En het hart van dat verhaal, u had het misschien al voorspeld, dat is balans. Het balanceren van doelen en van belangen bij het besturen van je vaak smalle levensweg. En dat verhaal over kiezen en samenwerken bestaat uit drie hoofdstukken. In balans, uit balans en meer balans. Kortom, in, uit en meer balans. Heeft u hem? Ja? In, uit en meer balans. Dat is het verhaal. En we gaan dat even concreet toepassen, die drie stappen, op Anna en Ben. Anna is heel goed in wiskunde en Ben is heel goed in Engels. Nou, als Anna Ben helpt
bij wiskunde en Ben Anna met Engels, dan kunnen ze betere cijfers halen in minder tijd. Ja? Meer met minder. Dus dat gaat over economie. Ook al komt er niet direct geld aan te pas. Toch is dit economie. Maar het verhaal van Anna en Ben, hier zijn ze, dat is eigenlijk een parabel. Een parabel voor veel meer relaties. En nou, denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen je leraar en je rector. Of bijvoorbeeld een kapitaalverschaffer en een jonge ondernemer. De relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk na Brexit. Allemaal relaties waarvan Anna en Ben de parabel zijn. Nou, laten we nu dat verhaal van die drie stappen even kort doorlopen. Te beginnen bij de eerste stap, de ideale balans. Nou, verstandig kiezen, dat draait om de balans tussen verschillende doelen. Aristoteles, die wist het al. Het draait in het leven om meerdimensionale doelen met elkaar in balans te brengen. Maar de filosoof die mij het meest heeft beïnvloed in mijn leven is deze meneer. En ja, dat is mijn vader. Hij was opgeleid als accountant en hij wist alles van balans. En hij zei het iets minder prozaïsch dan Aristoteles, maar daarom niet effectief. Hij zei, het leven is niet zwart of wit, het is grijs. Dat was zijn fameuze uitspraak. En nou ja, ziet u enige gelijkenis? dat was kiezen. Bij samenwerken, want dat is dus de tweede kant van besturen, draait het om balans tussen verschillende belangen. De hoofdregel van goed besturen van een samenwerkingsverband is wederzijds voordeel. Met andere woorden, de balans van win-win. Beide partijen winnen. Dus als Anna en Ben met elkaar samenwerken, dan gaat het alleen maar goed als ze daar allebei van profiteren. Het win-win principe, de ander behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden, is ook de gouden regel van het recht en van de ethiek. Anna's en Ben's belang in balans. En dit is het recht. Het gaat ook over balans. Dus economie en ethiek, dat zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Maar ik ga het met u als econoom vooral hebben over die economische kant. En daarom luister goed, want ik ga u nu, ik denk zo'n 3 minuten, het geheim van de economie verklappen. Dus meer met minder. Hè? Dus de hele economie begrijpen in 3 minuten. Dat gaan we doen met elkaar. Nou, het wonder van de economie is, het mirakel van de economie is dat je samen meer kan dan alleen. Oftewel, 1 plus 1 is 3. Anna en Ben kunnen allebei beter cijfers halen met minder tijd. Dus Anna's winst hoeft niet Ben's verlies te zijn. In economentaal, het leven is geen nulsomspel. Dat gaat tegen de intuïtie van heel veel mensen in. Maar het is het meest fundamentele inzicht van een econoom. Dus houdt u dat vast. En er zijn 2 fundamenten voor dat wonder van de economie. Dat beide partijen kunnen winnen. Het eerste is diversiteit. Hoe meer mensen verschillen, hoe groter de potentiële meerwaarde van samenwerken. Anna en Ben, die hebben meer te winnen als ze meer verschillen in hun talent van wiskunde en Engels. Als ze hetzelfde zijn, dan is er helemaal geen winst te behalen. Dus het gaat om het verschil. En het tweede fundament is delen van de meerwaarde van samenwerking. Als zowel Anna als Ben profiteren, als ze allebei de meerwaarde van die samenwerking met elkaar delen, dan zullen ze zich beide inzetten. Nou, dat was economie in, nou, het was 1,5 minuut, sorry. Maar verschil en eerlijk delen creëert waarde. Ja? Verschil en eerlijk delen samen, dat creëert waarde, dat creëert 1 plus 1 is 3. Dat is eigenlijk alles wat economie is. Ja? Dus nou, daar doen we hier zo ingewikkeld over. Maar goed, de eerste mens die heette Adam. En de eerste econoom heette ook Adam. Maar die had ook een achternaam, Smith. En dankzij Adam Smith is economie een echte wetenschap. Hij is mijn held. Hij doorgrondde de enorme betekenis van de balans
van win-win. Dat was zijn grote ontdekking. Hij ontdekte dat relaties niet hoeven te worden gebaseerd op roof, op win-verlies, ik win ten koste van jou, of op filantropie, op liefdadigheid, op benevolence, zoals hij dat zelf zei. Dat wil zeggen, ik verlies en jij wint. Nee, hij ontdekte dat relaties gebaseerd konden worden op wederzijds belang. Dus niet geven of nemen, maar geven en nemen. De balans van win-win. Dit beeld is een geschenk van de Sovjet-Unie aan de Verenigde Naties. Het staat voor het hoofdkwartier van deze organisatie in New York. Het is een man die zwaarden omsmeed tot ploegscharen. Abraham Lincoln zei ooit: vernietig je vijanden door ze vrienden te maken. En dat is het hart van de economie. Conflicterende belangen over het verdelen van beperkingen omzetten in parallelle belangen over het overstijgen van die gezamenlijke vijand van schaarste. Kortom, conflict omzetten in gemeenschappelijke belangen. Economen hebben daar taal voor, dat noemen ze het internaliseren van externe effecten. Maar dit is wat het is. We proberen belangen parallel te laten lopen. Dit is de opdracht van een econoom. Daarom ben ik er trots op om econoom te zijn, want dit is onze missie. Nou, toen de mens die enorme kracht van wederzijds belang, van parallelle belangen ontdekte, explodeerde de welvaart. En het is niet toevallig dat Adam Smith net leefde toen die knik er was. En dit zie je niet alleen in de geschiedenis, dit zie je ook in de geografie. Plaatje uit de ruimte van Korea. In Noord-Korea staat alles in dienst van die ene leider, Kim Jong-un, in Pyongyang. Daar is ook het enige licht. Iedereen beschermt zich daar tegen de gelegitimiseerde roof en diefstal. In Zuid-Korea daarentegen richt het bestuur zich op de belangen van alle burgers. Daar regeert de balans van win-win. En vanuit de ruimte zie je het verschil. Een donker noorden en een licht zuiden. Als het om de kwaliteit van leven gaat, speelt Nederland in de Champions League. In deze figuur staat de levenskwaliteit, gemeten met allerlei indicatoren, met kleuren van het stoplicht. Hè. Je wilde eigenlijk niet wonen in de rode, maar wel in de groene, want daar zijn hoge levensstandaarden. Waarom leven wij in Europa in zo'n groene oase, waar al die mensen uit die rode landen naar willen migreren? Dat komt omdat in onze samenleving grotendeels is gebaseerd op wederzijds belang en niet op gelegitimiseerde roof en diefstal. Ook geld. Geld, zei ik al, dat is heel belangrijk voor een econoom. Dat verwijst ook, ik hou van geld, niet alleen omdat het natuurlijk leuk is, het geeft me vrijheid, maar ook omdat het verwijst naar iets diepers, naar iets relationeels. Het gaat ook om die balans van wederzijds voordeel. Fokken en sukken, voor hen is geld een mysterie. Het is immers een waardeloos stukje papier. Het wezen van geld, dames en heren, is overdraagbaar vertrouwen. Geld is een belofte, een relatie die iedereen vertrouwt en daarom overdraagbaar is. Kijk maar naar Anna en Ben. Stel dat Anna Bens capaciteiten in het Engels niet vertrouwt. Toch zal ze hem wiskunde leren als Ben in ruil daarvoor geen persoonlijke belofte van hemzelf geeft, maar een belofte van Mario. En Anna, die vertrouwt erop dat ook Charlotte de belofte van Mario vertrouwt, want dan kan ze bij Charlotte de belofte van Mario inleveren en zoalsnog Engelse les krijgen. Nou, net als Adam Smith heeft Mario ook een achternaam, Draghi. Nou, de betekenis van geld als gedeeld geloof in dezelfde kredietwaardige crediteur, hier zien we Mario, is van onschatbare waarde. Het breidt namelijk de rijkwijde, zou je kunnen zeggen, van wederkerigheid uit van iedereen die jezelf persoonlijk vertrouwt naar iedereen die hetzelfde geloof heeft. Namelijk hetzelfde geloof in Mario. En dat heeft de menselijke welzijn ongelooflijk veel
verhoogd. Het is waarschijnlijk geld in mijn optiek, maar sommige, het is, nogal, nou ja, is de belangrijkste innovatie die de mens ooit heeft gedaan. Geld als overdraagbaar vertrouwen. Terug naar mijn held, Adam Smith. Een van zijn befaamde uitspraken is deze. Nobody ever saw a dog make a fair and deliberate exchange of one bone for another one with another dog. Nou, ik onderstreep deliberate and fair. Want de mens heeft de wereld veroverd vanwege twee kenmerken. Zijn verstand en zijn moraal. Ja, verstand deliberate and fair, zijn moraal. In het begin van deze academische zitting, je weet het misschien nog, hebben we gebeden. En we baden om de geest van wijsheid en barmhartigheid. Ja? Dat zijn de twee zaken die ons tot mens maken. En ja, dat is onze kracht. Want met ons hoofd en ons hart kunnen we relaties leggen tussen onze keuzes en de gevolgen daarvan voor onszelf op langere termijn en ook voor andere mensen. We kunnen verder kijken dan ons korte termijn belang. Dat maakt ons tot mens. Dat is het goede nieuws. Maar laten we niet naïef zijn. Dat is trouwens het ergste verwijt dat je als econoom kan krijgen. Naïef zijn, dat terzijde. Er is ook minder goed nieuws. En, nou, dit is de mens, rationaliteit en moraliteit. Kan die verder kijken. We gaan nu naar de tweede stap uit het drie-stappen-plan, de onbalans. Want die menselijke vermogens om verbanden te leggen, die zijn beperkt. In economentaal, mensen zijn begrensd rationeel en begrensd moreel. Dat betekent, soms zijn we een beetje dom. Ik bedoel niet Maxima hoor, maar wat ze toen zei. En soms zijn we ook een beetje slecht. En soms zijn we allebei. Want we houden onszelf vaak voor de gek. We onderschatten de morele kwaliteiten van anderen. En we overschatten de morele kwaliteiten van onszelf. We zijn heel goed in het rechtvaardigen van onze eigen beslissingen. Nou, dat beperkte blikveld dat resulteert in onbalans. Ongebalanceerde keuzes zijn het gevolg. Denk bijvoorbeeld aan geldillusie, waarin mensen vooral kijken naar het zichtbare geld, het meetbare geld, maar eigenlijk andere doelen onderschatten. En ook ons morele gezichtsveld is beperkt. En daardoor hebben mensen anderen nodig. Daarom hebben anderen eigenlijk geen vertrouwen dat hun belangen zijn gewaarborgd, want ze weten dat jij niet altijd aan hun belang denkt. En daarom gaan ze ook niet met jou in zee. Eigenlijk is alles, en ik heb hier, de economen hebben er allemaal heel veel moeilijke woorden voor, maar het komt allemaal neer op hetzelfde, namelijk angst voor hebzucht vernietigt waarde. Stel bijvoorbeeld dat Anna Ben niet vertrouwt. Ze denkt dat Ben, als ze hem Engels leert, er met de pet naar gooit. Ze verwacht namelijk dat Ben alleen geïnteresseerd is in zijn eigen comfort. Daarom leert ze liever alleen. Door Bens hebzucht en angst en Anna's angst daarvoor gaat de waarde verloren van betere cijfers in minder tijd. Dus angst voor hebzucht, daar komt dit allemaal op neer. Ja, dat is Anna en wat anderen, maar goed. Ook op macroniveau eindigt jezelf bevoordelen ten koste van anderen vaak in tranen voor beide partijen. Ik weet niet of iemand weet wie dat is, maar dit is de spiegelzaal van het kasteel van Versailles. Hier werd na de Eerste Wereldoorlog de vrede getekend. Duitsland werd er vernederd met herstelbetalingen. Eén van mijn grote drie, Keynes, voorspelde dat dit de Duitse economie zou ruïneren en dat het zaad zou leggen voor een volgend groot wereldconflict. Helaas had hij gelijk. Keynes zag ook heel scherp hoe kuddegedrag de macro-economie, dat is eigenlijk het grote samenwerkingsverband, het grote huishouden wat we met z'n allen hebben met elkaar hier, hoe dat zich kan destabiliseren. Want vanwege onze beperkte rationaliteit, we begrijpen de wereld eigenlijk niet goed, kijken we naar wat andere mensen doen. Dus we conformeren ons aan wat andere mensen doen, om te weten wat verstandig is. Maar dat conformisme maakt de economie fundamenteel fragiel. Angst en euforie, aan de omgekeerde kant, zijn besmettelijk. Animal spirits. Nou, politiek stabilisatiebeleid dat tegen de stroom ingaat, kan de economie proberen in balans te houden. Dus niet alleen op micro, maar ook op macroniveau.
drijft waardecreaties op twee fundamenten, namelijk diversiteit, anders doen dan de rest, verschil, en balans. Dat zijn de twee fundamentele aspecten van zowel micro als macro. Nu de laatste stap in de drie stappen. Drie bestuursvormen helpen mensen om beter rekening te houden met de kwetsbare doelen en belangen. Het zijn als het ware de verkeersregels die voorkomen dat mensen zichzelf of anderen schaden als gevolg van hun rationele of morele beperkingen. De eerste bestuursvorm is hiërarchie of dwang. Op macroniveau kan de overheid burgers dwingen via wetten. Op microniveau kan de vader van Ben zijn zoon dwingen om Anna toch vooral te helpen met Engels. Nadeel van hiërarchie is dat de autoriteiten hun macht soms misbruiken of onvoldoende informatie hebben. Pubers weten dat uitstekend. De tweede bestuursvorm is inwisselbaarheid of, zoals economen het vaak noemen, concurrentie. De dreiging van inwisselbaarheid stimuleert partijen namelijk de belangen van een kwetsbare tegenpartij te behartigen om zo hun reputatie van een betrouwbare partij te koesteren. Stel bijvoorbeeld dat Ben inwisselbaar is voor iemand anders, dat Anne iemand anders kan uitzoeken. Nou, dan zal die concurrentie van anderen Ben disciplineren om zich goed in te spannen voor Anne. Vrijwillige binding tenslotte neemt als het ware een tussenpositie in tussen dwang en vrije inwisselbaarheid. We binden ons vrijwillig om het belang van anderen te dienen. Ben houdt bijvoorbeeld van lesgeven. Dat is deel van zijn identiteit. Het geeft zijn leven betekenis. Verder behoort Anna tot zijn vriendengroep. En vriendschap is een verbond waarbij je elkaars belangen behartigt. Nou, al deze drie bestuursvormen hebben een beperking. Een vrijwillige binding bijvoorbeeld. Je bindt je aan mensen met dezelfde identiteit, maar dat maak je juist negatiever ten opzichte van mensen die buiten de groep staan. Dus alle drie hebben hun nadelen. En daarom is het vaak verstandig om deze drie bestuursvormen naast elkaar in te zetten. Dit zijn eigenlijk de drie grote instituties die onze beschaving bij elkaar houden. De waarde van menselijke waardigheid, de rechtsstaat, dat iedereen gelijk wordt behandeld en eerlijke concurrentie zonder grote machtsconcentraties. Ideaal bestuur is uiteindelijk een utopie. Want samenwerken vraagt niet alleen zelfbeperking om anderen het vertrouwen te geven dat je ze belangen goed behartigt, maar ook moed en leervermogen, want samenwerking gaat altijd onomkoombaar gepaard met risico's. Neem bijvoorbeeld de monetaire samenwerking binnen de Europese Monetaire Unie. Dat vraagt zelfbeperking, het inleveren van soevereiniteit, zodat andere landen weten dat er ook met hun belangen rekening wordt gehouden. Maar het vraagt ook de moed om het risico van samenwerking aan te gaan. Want risico is eigenlijk de andere kant van vrijheid. Nou, het risico van samenwerken niet aandurven heeft natuurlijk ook zijn nadelen. En we zien in de westerse samenleving op dit moment een toenemende bindingsangst. De golf van populisme waar we nu eigenlijk mee te maken hebben, is eigenlijk steeds meer mensen die angst hebben om samen te werken met andere landen. En ik denk dat dat niet helemaal losstaat van een nauw economisch mensbeeld. En daarom ga ik de drie stappenplan ga ik kort toepassen op het onderwijs. Want de drie stappenplan, daar kun je elk probleem mee aan. Dus ook het economisch onderwijs. Dus het onderwijs in drie stappen. Te beginnen bij stap 1, in balans. Onderwijs speelt een absoluut cruciale rol bij die balans van win-win. Want gelijke kansen voor jongeren om hun talenten te ontwikkelen zijn essentieel voor een legitieme samenleving zonder grote verliezers. Je ziet nu ook dat veel economen, als het over de populisme hebben, dan wordt er vaak geroepen, oplossing, onderwijs. Ja, oké. Okay. En dat belang van onderwijs, dat groeit alleen maar, want er wordt steeds meer gevraagd van mensen in onze complexe samenleving. Die auto wordt steeds ingewikkelder voor mensen. En de rationele en morele capaciteiten van jongeren ontwikkelen, zodat ze verder kunnen kijken dan alleen hun huidige emoties,
Eigenlijk een bewuste burger worden, dat is eigenlijk de kerntaak van economie. Nou, er is veel bereikt in het Nederlandse economieonderwijs. Maar laten we die dankbaarheid ook balanceren door kritisch te blijven op onszelf. En dat is de tweede stap, hè, van het drie-stappenplan. De onbalans. En inderdaad, het economieonderwijs is uit balans. We gaan ervan uit dat mensen volledig rationeel zijn vaak, Einstein, en dat mensen volledig opportunistisch zijn. Ja? Dat is eigenlijk het mensbeeld wat toch vooral centraal staat in de economie. Je zou kunnen zeggen, rationaliteit krijgt te veel gewicht en relationaliteit te weinig. En die landkaart is hopeloos verouderd. Want de wetenschap toont onomstotelijk empirisch aan, en er zijn ongelooflijk veel ontwikkelingen op dat vlak geweest de laatste tientallen jaren, dat mensen begrensd rationeel zijn, minder rationeel en meer relationeel. Ja, de gedragseconomie bijvoorbeeld geeft aan dat mensen systematische fouten maken. En daarom zijn ze aangewezen op anderen. Dus minder rationaliteit maakt mensen per definitie meer relationeel. Want ze weten het zelf niet precies. Dus ze moeten bij anderen te raden gaan. En onze preferenties blijken op twee manieren sociaal te zijn. In de eerste plaats worden onze preferenties gevormd door onze sociale omgeving. We conformeren ons heel graag aan de groep waartoe we willen behoren, waar onze identiteit ligt. En in de tweede plaats, de tweede plaats van sociale preferenties, wij hechten intrinsiek aan wederkerigheid. Ja, we zijn graag goed voor mensen die goed voor ons zijn, ook al kost ons dat geld. En we schadigen ook mensen graag, ook al kost het ons wat, die ons beschadigen. Dus we hebben gewoon een intrinsieke preferentie voor wederkerigheid. Nou, die wederkerigheid, die preferentie voor wederkerigheid is zowel goed als slecht nieuws. Het goede nieuws is dat meer samenwerking ontstaat dan de econoom, die zich alleen gebaseerd op het model van de homo economicus, van de rationele, zelfzuchtige mens zou voorspellen. Tenminste, als er voldoende vertrouwen is. Als ik vertrouw dat jij ook coöperatief bent, dan zal ik ook coöperatief spelen. Ook al levert mij op korte termijn materiële winst op. Maar er is ook slecht nieuws. Want samenwerking is uitermate fragiel en kwetsbaar voor fouten en misverstanden. Want vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. Franklin Roosevelt zei ooit, "The only thing we have to fear is fear itself." Als besmetting dreigt door angst, dan is het van groot belang als er mensen zijn die tegen de stroom durven ingaan. Kijk maar naar onze befaamde Mario. Hij zei in de eurocrisis, toen iedereen wegging uit Spanje en de euro uit elkaar dreigde te vangen, "I will do whatever it takes." Met andere woorden, ik ga tegen de stroom in. Dat is het karakteristiek van een goede monetaire autoriteit. Streng zijn als een havik in goede tijden, maar soepel als een duif in slechte tijden. En dat weet elke ouder waarschijnlijk, hè? Dat zo goed ouderschap werkt. Nou, zo werkt ook goede centrale bankier. En laat nu juist die balans tussen havik en duif zoek zijn in het economieonderwijs. Wij leiden haviken op en geen duiven. Jongeren leren namelijk dat ze, en dat is onbedoeld, want wij willen mensen graag beschermen om geen naïeve duiven te worden die waaronder zeg maar commerciële aanbieders vrij kunnen schieten. Dus dit is met goede intenties gedaan. Maar het onbedoelde effect daarvan is dat jongeren denken dat ze niet wantrouwend genoeg kunnen zijn. Het resultaat is cynisme en bindingsangst. Ik had het daarover. De grote welvaartsziekte waar wij op het ogenblik aan lijden. Ik noem dat altijd de tweede klimaatscrisis. Het kille vertrouwensklimaat zou je kunnen zeggen. Waarom doen kinderen dat? Zij zijn kuddedieren. Zij conformeren zich namelijk graag aan de mores waarvan ze denken dat de rest van de samenleving dat ook doet. Dat weten we uit onderzoek bijvoorbeeld. De meest effectieve manier om mensen energie te laten besparen is om te zeggen dat ze meer energie besparen dan hun buren. Dat is het meest effectieve prikkel. Omdat mensen willen zich namelijk conformeren aan wat andere mensen doen. Je zou dat het economiseren van de samenleving kunnen noemen. Nou ja. En ik denk dat als we dus kijken naar de huidige golf
van wantrouwen, populisme en bindingsangst, dan kunnen economen niet wegkijken. Dan kunnen we onze handen niet wassen in onschuld. Luister maar naar de grote Keynes. The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else. Nou, voor alle duidelijkheid, ik pleit niet voor het elimineren van het model van de zelfzuchtige mens. Ik denk dat het in sommige omstandigheden een uitstekende benadering is. Dus we moeten niet doorschieten door van haviken allemaal naïeve duiven te gaan creëren. Het gaat mij om een grotere balans en een grotere pluriformiteit in mensbeelden die wij in de economie leren. En vooral wanneer leerlingen welk model kunnen gebruiken. Wanneer ze argwanend moeten zijn en wanneer ze vertrouwend moeten zijn. Nou, die onbalans in het huidige mensbeeld, dat resulteert ook in onbalans tussen verschillende bestuursvormen. Het verstoort de balans met te veel nadruk op controle, marktwerking, financiële prikkels alleen. En onderschat het belang van vrijwillige binding. Vrijwillige binding aan relaties, aan identiteit, intrinsieke motivatie, ethiek en dergelijke. En ook in het onderwijs zelf is de balans zoek tussen controle en vertrouwen. Beter onderwijs vraagt aan de ene kant minder beheerszucht vanuit Den Haag, bijvoorbeeld met het landelijk examen, en meer vertrouwen in docenten en scholen. Dus als de vrijheid van onderwijs een nieuwe invulling krijgt, dan vraagt dat ook van docenten dat ze zich ontwikkelen tot professionals, met bijvoorbeeld interprofessionele toetsing. En we hopen op allerlei manieren bij te dragen aan het professionaliseren van het prachtige leraarvak. Bijvoorbeeld door nascholing voor docenten, het helpen om toetsen te maken, nieuw onderwijsmateriaal voor lerarenopleidingen bijvoorbeeld. Ook niet alleen meer derde bestuursvorm voor leraren, maar ook voor leerlingen. Meer intrinsieke motivatie voor leerlingen. We hebben daar eigenlijk net in het symposium uitgebreid over gehad. En daarbij past bijvoorbeeld onderzoekend leren. Het motiveert kinderen om samen met anderen hun eigen leven beter te begrijpen en beter te besturen. En hoe dat relateert aan die grote mensenwereld. Daarom gaan we een digitaal leerplatform ontwikkelen, een soort Lego-doos. Een gezamenlijke kern, dat zijn de rode Lego-blokjes, maar daarnaast allerlei keuzemodules. Dus afhankelijk van hun eigen voorkeuren kunnen leraren en eventueel leerlingen hun eigen voorkeuren gebruiken. En door digitale documentatie van hun werk kunnen leerlingen hun talenten etaleren. Bijvoorbeeld aan vervolgopleidingen of potentiële werkgevers. Nou, economie leent zich nadrukkelijk ook voor vakoverstijgend leren. Denken vanuit problemen in plaats van disciplines. Economie verbindt alfa en beta, geesteswetenschappen en de exacte wetenschappen. Ik kan het eigenlijk niet beter zeggen dan mijn held Keynes. Een goede econoom die moet over een zeldzame combinatie van talenten beschikken. Hij of zij moet in een bepaalde mate een wiskundige zijn, een historicus, staatsman en een filosoof. Moet symbolen snappen, maar praten in woorden. Moet het specifieke overwegen in termen van het algemene, het abstracte en concrete in één vloeiende beweging doorgronden. Geen onderdeel van het menselijk bestaan of instituties kunnen geheel buiten beschouwing gelaten worden. Dat was mijn verhaal. Zoals gebruikelijk na een oratie mag je ook nog een dankwoord uitspreken. Dat vind ik altijd het leukste deel van de oratie. En ik zeg ook nadrukkelijk, nu ga ik van wij over in ik. Ja? Dus nu wordt het spannend, zal ik maar zeggen. Mijn team is niet langer verantwoordelijk voor wat ik nu allemaal ga zeggen. Ik wil in de eerste plaats de Goldsmeding Foundation bedanken voor de geweldige steun. In allerlei opzichten die ik van de foundation de afgelopen jaren heb mogen ontvangen. En ik ben zeer verguld
met deze leerstoel. Mijn vrouw in het gesprek hiervoor gaf eigenlijk aan dat ja, aan het einde van mijn werkzame leven, want ik ben nu 58, kan ik nu eindelijk gaan doen wat ik eigenlijk leuk vind, hè, zou je kunnen zeggen. En nu komt alles bij elkaar waar ik eigenlijk mijn hele leven voor heb gewerkt. En zo is het ook. En ik ben met name heel verguld met de naamgeving van deze leerstoel, Frits Goldsmeding. Frits en ik die delen namelijk de overtuiging dat de grond van het menselijk bestaan agape-liefde is. Nou, agape-liefde, wat is dat? Dan moet je eigenlijk aan Govert Buijs vragen wat dat is. Ik zeg altijd, ja, het is eigenlijk de balans van win-win. Ik weet niet of dat helemaal goed is, maar ik probeer het even. Nou, als u het wilt checken, ga dan vooral met Govert Buijs praten. Maar dat gaat natuurlijk over de balans van gedeeld belang. En nou, ook dank ik het college van bestuur van de Universiteit van Tilburg voor het door mij in mij gestelde vertrouwen. Ook het managementteam van Thijs en met name Lex. Heel veel dank voor dat je dit allemaal hebt mogelijk gemaakt. Ik ben echt heel blij dat ik aan een katholieke instelling mag werken. Ik ben protestant en als protestant jongetje dan ontmoette ik mijn katholieke leeftijdsgenoten 1 keer per jaar. Dat is een verzeilde samenleving. Ik werd ook altijd gewaarschuwd voor het paapse gevaar. En wij ontmoeten elkaar maar 1 keer per jaar en dat was op het voetbalveld. Nou, dat ging er niet altijd even zachtzinnig aan toe. Dat toernooi heette ook nog het paastoernooi. Dus ik weet niet, Frits, ja. Dat is jij, ben jij. En dit is Tilburg. Maar ja, nou, wat ik in ieder geval wilde zeggen, dat in Tilburg 500 jaar na de reformatie worden zwaarden omgesmeed in ploegscharen. Dus dank jullie wel. Ja, ook natuurlijk nog een keer het team. Ik heb er al het een en ander over gezegd. Ja, het echte werk moet nu eigenlijk beginnen. Ik zei het al, de inhoud waar ik het over heb gehad, omzetten in concrete materialen. Maar met jullie, met zo'n team, moet dat gaan lukken. Daar heb ik alle vertrouwen in. Beste Wilma, waar zit je? Ah, daar helemaal achterin. Nou, dat is iets. Wilma is mijn grote toeverlaat. Zij houdt professor Lans in balans, zul je maar zeggen. En wij zijn een sterk team dat elkander blindelings vertrouwt. Ze weet wanneer ze een havik moet zijn en wanneer een duif. Hè. Dat ziet ze gelijk. Dus fantastisch. Dank je wel voor wat je de laatste jaren voor mij hebt betekend. En ook Netspar wil ik bedanken voor de ruimte die ze me geven om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Gelukkig blijf ik me een beetje bezighouden met pensioen. En ja, ook indirect werk ik natuurlijk nog steeds voor een betaalbaar pensioen. Want als mensen beter opgeleid zijn, kunnen ze langer werken. Nou, dat is goed voor de financierbaarheid. Zeker bij de huidige lage rente kun je beter investeren in mensen dan rentenieren. Dus dat is ook een beetje de reden waarom ik deze switch heb gemaakt. En onderwijs, oh Wilma, Netspar, ja, onderwijs en een andere manier waarop ik eigenlijk bijdraag aan betaalbaar pensioen is dat het ook over intergenerationele solidariteit gaat. Want de ouderen die financieren het funderend onderwijs voor jongeren. En dan later, als die ouders oud zijn, dan financieren die jongeren die zijn opgevoed, waarvoor het onderwijs is betaald, die financieren dan hun AOW. Dus ook hier zie je weer, hè, nu ga ik even testen natuurlijk, wat is het fundamentele geheim van de economie, die twee methodes? Nou, dat ging over verschil, in dit geval verschil in leeftijd. En het gaat over gedeeld belang, dat creëert waarde. Zonder dit intergenerationele contract, die samenwerking, zou er geen eens menselijk leven mogelijk zijn. Hè? Dus je ziet hier maar weer verschil en eerlijk delen, dat creëert waarde. Goed, nou Frits Goldsmeding, jij maakte in 2009, weet je dat nog, deze publicatie mogelijk, de balans van Bovenberg. Nou, eigenlijk nu, 2009, dus dat is inmiddels alweer 7 jaar geleden. Ik realiseer me nu eigenlijk pas wat voor een geweldige titel dat was. Want vroeger had ik eigenlijk een hekel aan mijn voornaam. Ja, laat mijn ouders het niet horen. Een beetje een hekel aan, want door iedereen werd het verkeerd gebruikt. Hè? Hans of Lars of echt waar Zans werd ik soms genoemd. En in het land van mijn vrouw, de VS, ben ik vooral Lance. Nou, die heeft u al voorbij zien komen. Ja, u lacht er nog om, maar ja, je zal... Begrensde moraliteit, nou, dat is mooi. Daar word ik altijd mee geassocieerd.
Ja, en ook Bovenberg, dat was toch wel een beetje problematisch. Mijn vader, u heeft hem al gezien, die leerde mij namelijk altijd dat je bescheiden moest zijn. Hij zei altijd, een Bovenberg, dat is een goede tweede man. Nou, dat botste naar mijn idee toch een beetje met mijn nogal pretentieuze achternaam. Maar gelukkig, er is nu voortschrijdend inzicht. Net als ander mens heb ik verstand en morele capaciteiten gekregen. En daardoor kan ik verder kijken dan vandaag. Ik kan denken, ik kan me voorstellen hoe anderen zich moeten denken. Ik kan me voorstellen hoe ik straks denk als ik nu te veel eet, enzovoorts. Dus inderdaad, ik sta bovenop een berg en ik hou van balans. Dus nou, balans, lands bovenop de berg. Fantastische naam, lands bovenberg eigenlijk. Nou, op die naam, op die berg, daar sta ik op de schouders van deze grote drie. En de eerste letters van hun namen maken niets voor niets ask. Ja? Ask, dat is Engels voor vraag. Dus ik kan altijd bij hen met mijn vragen terecht. Postume dank aan deze grote denkers. Maar het meest ben ik dank verontschuldigd aan degenen die mij echt gevormd hebben. En dat zijn mijn ouders. Over mijn vader heb ik het al gehad. Hij was een man van balans. En die waarde heeft hij overduidelijk aan mij overgegeven. Niet het een of het ander, maar het een en het ander. Je geld en je leven. Geven en nemen. Je eigen belang en het belang van de ander. Harde en zachte instituties. Overheid, markt en ethiek. Niet of, maar en. Dat was zijn grote spreuk. En ik ben blij dat ik deze vader heb gehad. En dan mijn moeder. Ze was net haar moeder, mijn oma, een doener. Een echte doordouwer uit Rotterdam-Zuid. Een Feyenoordster in hart en nieren. Ook mijn oma geloofde in geen woorden maar daden. Toen zij 96 was, lag mijn oma met een uitgewoond lichaam op haar sterfbed. En fluisterde ze tegen mij. Ik kan nog veel doen. Ik kan nog voor je bidden. Dat moment veranderde mijn leven. En nog een ander moment waarop mijn leven veranderde was toen mijn moeder besefte dat haar verstandelijke vermogens achteruit gingen en tegen mij zei, Lans, ik weet het allemaal niet meer. Beslis jij maar voor mij. Ze besefte niet hoeveel ze mij toen gaf. Na een leven lang geven was ze bereid om van mij te ontvangen. De cirkel van wederkerigheid, van win-win, was rond. De belangrijkste erfenis die mijn ouders mij hebben gegeven is mijn christelijke opvoeding. Dit is de koning. Hij staat ook in balans bovenop de berg, zoals u ziet. En in zijn belangrijkste toespraak, de zogenaamde bergrede, had hij het ook over de balans van wederkerigheid. Ik heb het hier geciteerd. Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Want dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te weten. Dat is het hart van waar het mij om draait. Christus is mijn belangrijkste identiteit. Zijn geest van wijsheid en barmhartigheid, we hebben ervoor gebeden, zoals ik al gezegd heb, verlicht mijn beperkte verstand en mijn beperkte morele besef. Maar om mijn collega's gerust te stellen, ik ben ook wetenschapper, dat is ook een deel van wie ik ben, van mijn identiteit. En als zodanig probeer ik zo objectief en onafhankelijk mogelijk te zijn. Maar laten we niet naïef zijn. We laten onze waarden niet thuis als we modellen selecteren, als we wetenschap bedrijven. Zeker in het onderwijs bestaat neutraliteit niet. We beïnvloeden onvermijdelijk de waarden en percepties van leerlingen. En juist om mogelijke belangenconflicten te voorkomen, is dan transparantie over je vormingsidealen essentieel. Jacques Vromen heeft daar ook nog tijdens het symposium hiervoor aandacht voor gevraagd. En daarom wil ik daar ook volstrekt helder over zijn, wat mijn waarden zijn. Dus daar gaan we. Een disclosure statement, ja. Voor ieder. Ik sta in de vormingsidealen van de klassieke oudheid, de joods-christelijke traditie en het humanisme. De waarde van ieder individu is het fundament.
Elk individu is beperkt. Daar zijn wij in onze samenleving heel goed in om dat te communiceren. Maar ook, en dat is het geheim volgens mij, zijn ook waardevol. We kunnen, weer mijn vader, we kunnen beperkt zijn en toch waardevol. Daar zijn we wat minder goed in onze samenleving. Om elkaar te vertellen dat we waardevol zijn. En dit drijft mij ten diepste. Om in het onderwijs kinderen te vertellen dat ze niet alleen beperkt zijn, maar dat ze ook waardevol zijn. En deel van die menselijke waardigheid is dat je mensen vrijheid geeft. Daarom ga ik nooit kinderen of scholen voorschrijven welke waarden zij moeten aannemen. Dat kan niet, dat mag niet en dat zal echt niet gebeuren. Ik als rechtgeaarde econoom geloof heilig in concurrentie. Ook op de markt voor ideeën. Iedere school en iedere leerling kiest uiteindelijk zelf. Maar ik wil ze wel uitdagen om dat bewust te doen. Om zich bewust te zijn vanuit welke normen, vanuit welke waarden zij leven. Want onderwijs is een prachtig risico. Om met de onderwijskundige Gert Biesta te spreken. Ik wil u ook van harte bedanken dat u met mij dit feestje wil vieren. Dat maakt het voor mij een echt feest. En het gaat nog meer spetteren als u de volgende 3 stappen doorloopt. 3 stappen, ja. Neem het boekje van mijn oratie mee. Ja? Bestudeer het boekje. En mail mij wat u ervan vindt. Hè? En dan natuurlijk weer met de 3 stappen. Wat is mooi in balans? Wat is wat minder mooi in balans? En hoe kunnen we het beter maken? Ja? Dat zijn de 3 stappen. Die kunt u ook op mijn boekje toepassen. Want dit is uw kans om invloed uit te oefenen. Ik eindig eigenlijk met deels een samenvatting, geen tijd meer voor. Paul Samuelson, die schreef ooit, dat is net onder die grote 3, zeg maar, van het kaliber AZ, Heerenveen, subtop. Die schreef heel veel tekstboeken en dit zei hij: I don't care who writes a nation laws, if I can write its economics textbooks. Nou, dus dit is uw kans, hè, om echt invloed uit te oefenen. Dat is helder. Nou, dan is het echt bijna tijd, want nu ga ik het hebben over de mensen die mij het meest dierbaar zijn. En dat is mijn dierbare gezin. Daar begin ik met beste Ari en Gracia. Bij mijn eerste oratie in 1990 lag Ari nog in de kinderwagen. Dat was zo'n 26 jaar geleden. En bij de tweede was Ari vrijgezel. Dat was 3 jaar geleden, 2 jaar geleden. Ja, was je wel eens samen. En bij de derde was je getrouwd. Dus eigenlijk van hiërarchie naar vrijheid naar vrijwillige binding. je bent echt mijn zoon. Maar... Ja, prachtig in praktijk gebracht en je bent geslaagd. Bij de volgende openbare les, dat zal waarschijnlijk mijn afscheidsrede zijn, hoop ik trouwens dat jullie ook een ander principe in praktijk hebben gebracht. Ja, mag trouwens ook 1+1+4 zijn. Hoor. Ja. Dan hebben we Danielle. Ja, als ik jou zie, Danielle, dan denk ik, het komt goed met de jeugd. Jij geeft mij hoop. In jou schijnt een prachtig licht. Een licht van wijsheid en een licht van barmhartigheid. Dat jij mijn dochter bent, is bijna te mooi om waar te zijn. Maar we lijken toch best op elkaar. Dus het is echt waar. Veel mensen dachten, voor ze deze foto zagen, dat ze voor mij kwamen. Maar dan nu weten ze beter. En de rest die nog steeds denkt dat ze voor mij komen, ik weet wie mij doet glimmen. Net als Willem-Alexander werd ik pas echt een vent toen ik mijn prinses ontmoette. Ik ben de prins te rijk. Ik heb gezegd.
Beste land, wat hebben wij een geweldig verhaal mogen beluisteren vanmiddag. Een verhaal, dames en heren, dat goed is, omdat het een verhaal is waar een held in voorkomt, waar een antithese in zit en dat ook goed afloopt, waar waardering uitspreekt, waar hoop uitspreekt. En het is ook duidelijk dat het verhaal, zeg maar, de balans zoekt in wat je bent, zelfbewust, maar ook je verantwoordelijkheid voor de maatschappij. En dat is iets wat heel mooi is. Het is mooi, dames en heren, om een aantal redenen. Het past ontzettend goed bij het DNA, zoals we dat tegenwoordig noemen, van deze universiteit. Het is al door Kopenhagen naar voren gebracht. Je kunt wel goed zijn als econoom, maar als je de maatschappij niet begrijpt, heeft dat geen zin. Ook dat is balans. En verder is het natuurlijk, dames en heren, ook iets, hè, want dat is altijd met je DNA het geval. Je wil erop voortbouwen. Je wil hetzelfde blijven, maar iets nieuws zijn. En daar zijn wij hier ook mee bezig. En het is daarom, dames en heren, dat ik ontzettend trots ben dat deze universiteit mensen zoals jij heeft voortgebracht. En dat wij ook nog met jou in een aantal jaren die ons in het verschiet liggen, dit mogen belichamen. Ik vind het ontzettend fijn dat je er bent. En ja, zoals Lans al zei, dames en heren, het is een boekje, dat gaat u dadelijk allemaal buiten in ontvangst mogen nemen, maar er is natuurlijk altijd één persoon die het als eerste krijgt. Mag ik de heer Goldsmeding vragen om het podium te betreden? Ik ga hem daar graag bij helpen, dat hebben wij afgesproken. Neemt u de tijd? Ja, heel goed. Geweldig. En in een land als Nederland kan niks zonder een commercial, dus we hebben de pers erbij. De hoofdrolspeler in het midden. En dit is het moment waarop u graag het eerste exemplaar van dit boekje aan. Dank u. Dames en heren, dat brengt ons aan het einde van deze geweldige bijeenkomst. We gaan zo dadelijk Lans feliciteren en we gaan natuurlijk ook wat drinken en we gaan vooral over deze bijeenkomst napraten. Want alleen dan kan het worden overgedragen naar het verleden en dat is belangrijk. Ik wil graag deze bijeenkomst afsluiten. Wij gaan zo dadelijk de zaal verlaten. Ik zou de aanwezigen willen vragen het cortège in de gelegenheid te stellen dat als eerste te doen. En dan treffen wij u buiten, zoals dat heet. Mag ik u vragen te gaan staan? Dat wij volstromen met levensadem die ons aanvuurt tot wijsheid en kennis om te helen wat onheelbaar lijkt en om te halen wat onhaalbaar schijnt. Dank u voor uw aanwezigheid.